Wat een heerlijke sfeer nog steeds hier in de studio. En welkom terug bij Sterren Dansen op het IJs. Nou, we hebben net gehoord dat Danny zover is. Nou, het gaat heel spannend worden, mensen. Ik ben heel benieuwd. Nou, op de vraag Kissie, kennen oftewel ja of nee, zegt Danny ja. En daarom staat hij ondanks alle pijn hier toch op de schaatsen. En laat het niet afweten, want hij weet als geen ander, the show must go on. En hier zijn ze dan, samen met zijn schaatspartner Ellie is hier, Danny Dimmen! Tijdens het schaatsen toe. Het is, anders raak je in een soort spiraal. Je bent natuurlijk teleurgesteld. In jezelf vooral en ook voor haar. Want je kan niet lekker meedoen. En dan moet ik toch het boeverige naar boven halen. Dus het rebelse. Dat is gelukt. Opheppen. Dat zwagen, maar zag de jury het ook. Dat is heel belangrijk. Jane, het rebelse. Ja, Danny, je bent begonnen met de rattenslaglift. Je had een mohawks in, drie turns, goed achter crossovers, achterwaarts. Sleept door de benen, you were having a lot of fun. Je lachte, ik merkte niets van de pijn die je uiteraard hebt. Okay, je bent een echte kanjer. Dankjewel. Een echte kanjer, dat is mooi. Klinkt zo lekker. Mark. Ja, ik heb niks gezien van de pijn. Ik heb in jou vanmiddag gesproken en ik wist hoe moeilijk het was. Maar ik heb niks gezien. Drietjes, een mohawk, step over en zo snel. Wauw, wat een show. Wat een show. Allemaal. Het was een pittige kuur. Niet alleen qua wat je allemaal hebt gedaan, maar ook qua pijn. Dus ik hoop dat het zich zeg maar terugverdient in de punten wat je nu hebt gedaan. Jane. Zeker weten, 8. Een 8 voor Danny, mooi. Hein. Trots op je, een 8. Een 8. Sita. Je bent een hele grote topper. Ook een dikke 8. Ook een dikke 8, dat is een mooie. En Mark. Ook een dikke 8. Ook een 8. En dat is een 8 gemiddeld, Danny. En jouw topper staat daar met alle kinderen en een spandoek vast te houden. Helemaal goed. Dat is ook wat waard. Maar met deze 8 kom je wel op een gedeelde vierde plaats met Inge. Dus dat is zeker niet slecht.